u. En wij verlangen met heel ons hart naar meer van u. Wat geweldig dat u hier bent, Heer, ons loflied is uw troon. Heel ons wezen is alleen op u gericht. Voor de troon van uw genade mogen wij als kinderen zijn. Daarom vieren wij het leven in uw licht. Heer, wij zingen en aanbidden om uw goedheid en uw trouw. Onze dank en onze liefde zijn voor u. En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn. Wij komen hier voor één doel, dat bent u. Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met u. Wat geweldig dat u hier bent, Heer, ons loflied is uw trouw. Heel ons wezen is alleen op u gericht. Voor de troon van uw genade mogen wij als kinderen zijn. Daarom vieren wij het leven in uw licht. Heer, wij zingen en aanbidden. Onze dank en onze liefde zijn voor u. En er is geen andere reden waarom.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie kijken naar deze uitzending. Heel erg welkom bij deze dienst. Ik vind het een voorrecht om hier vandaag te zijn. En om met jullie een aantal dingen te mogen delen die God op mijn hart heeft gelegd. Om ons als gemeente samen op te bouwen, te verbinden. En misschien ook een woord van troost, een woord van aanmoediging aan je te geven. Het is natuurlijk een rare tijd. Het feit al dat je dit op tv nu bekijkt, betekent al dat je niet in de kerk kunt zitten, terwijl je normaal gesproken wel in het gebouw zou zijn. Voor veel mensen is er veel veranderd deze tijd. Misschien wel voor bijna iedereen. We hebben onzekerheid, nog meer dan anders, over onze toekomst, over geld, over je baan, over of je de huur kunt betalen. Maar ook over hoe lang gaat dat nog duren, wanneer kan ik weer naar mijn ouders, wanneer kan ik weer bij hun op bezoek. Wanneer kan ik mijn kleinkinderen weer zien? Allemaal dingen die ons bezighouden. En als je niet oppast en je volgt te veel de media of te veel internet, dan ben je alleen maar bezig met die negatieve stroom van informatie. En eigenlijk is de kern van al die informatie dat mensen het niet weten. De overheid weet niet hoe het nu verder moet. Wij weten niet als mensen hoe lang het nog gaat duren, maar God weet het wel. En dat is onze troost en dat is onze leiding. We hebben altijd gezegd, hè, als christenen en als gemeente, misschien wel elke dag, Heer, ik vertrouw op u. U bent mijn bron, u weet alles, ik geef mezelf aan u. Wilt u mij maar gebruiken op welke plek ook? En het is anders als je dat zegt in het leven wanneer je alles gewoon voor elkaar hebt, waarvan we tot voor kort het niet eens in de gaten hadden hoe vanzelfsprekend dat voelde. En het is anders nu dat je bij allerlei dingen moet nadenken. Kunnen we dat nog wel doen? Mogen we dat wel doen? He, wat ik zeg, als je het hebt over Heer, ik vertrouw op u, maar worden mijn ouders niet ziek? Of misschien zijn je ouders ziek? Worden mijn kinderen ziek? Iedereen is maar bezig met die focus. En ik geloof dat dat ook misschien wel het belangrijkste signaal is dat wij als christenen moeten herkennen dat hier, er is sprake van een natuurlijke ziekte, een epidemie, een ellende in het natuurlijke, maar er zit een geestelijke realiteit achter. En ik ben ervan overtuigd dat daar een macht achter zit, een grote, sterke macht. En aan de ene kant een macht die de ziekte veroorzaakt, die bijdraagt aan die ziekte, maar ook een macht die ons probeert te laten focussen alleen maar op angst en op onzekerheid. Want het is niet alleen dat die vragen worden opgeworpen van maar hoe gaat het verder en kan ik dit en kan ik dat. Maar het is vooral het gevoel wat erachter zit, namelijk het antwoord steeds van nee, want straks kan ik mijn huur niet betalen en nee, straks heb ik geen baan meer. En dat is een macht, een duivelse macht die ons probeert weg te halen bij de belofte van God. Waar God heeft gezegd, hey, ik ben je vader, ik ben je verzorger. Altijd. Niet alleen in tijden dat het toch wel goed gaat, maar juist in tijden dat dingen moeilijk zijn of moeilijk zouden kunnen zijn. En nu meer dan ooit merken we hoe ontzettend afhankelijk we zijn van God. En weet je wat zo gaaf is aan God? Het feit dat we afhankelijk zijn is zo geruststellend, omdat we weten dat God trouw is. We zijn afhankelijk van een God die niet alleen zegt dat hij voor ons zorgt, maar hij doet het ook. En als we dat meer tot ons laten doordringen, dan zal je merken dat het ook minder moeilijk is. En dan zullen er momenten zijn waarin het je misschien soms even aanvliegt, waarin je even onrustig wordt. Maar als je dan weet terug te schakelen naar van wat zegt de Bijbel? Wat zegt de Bijbel over die God waarin ik geloof? Anders hoef je ook niet in die God te geloven. Als God toch niet voor je zorgt, als God je niet kent, als God je laat stikken als het moeilijk wordt, wat moet je dan? Nee, wij hebben een God die zegt, ik ben er. Ik heb de leliën, dus de lelies, die mooie bloemen van het veld, die heb ik gemaakt. En het is nu ook de tijd van de lelies, dus veel mensen zullen die misschien thuis nu of in de tuin of in de vaas hebben staan. Als je kijkt hoe mooi die bloemen zijn gemaakt. En het valt me elke keer op, ik woon een beetje buiten de stad en dan overal bloeit het gipskruid al en het hoe heet dat andere, dat gele spul, dat bloeit. En als je dan ziet hoe mooi dat is. De natuur gaat gewoon door.
omdat God het zo gemaakt heeft. En hoeveel te meer zorgt hij voor jou en mij. Hou dat vast. Hou dat vast, laat je niet gek maken. Als je kijkt in Jesaja 41, Jesaja 41, en dan verzen 9 tot 10 en dan 13 tot 16, daar staat dit. Gij die ik gegrepen heb van de einde der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie ik zeide, gij zijt mijn knecht, ik heb u verkoren en u niet versmaad. Vrees niet, want ik ben met u. Laat het tot je doordringen. Hij zegt, vrees niet, want ik ben met jou, waar jij nu zit. De dingen waar je vanmorgen mee bent opgestaan, de gedachten, de vragen, de dingen die je misschien gisteren met je kinderen hebt besproken. De dingen waarvan je tegen je kinderen moest zeggen, ik weet het ook niet. Daarvan zegt hij, vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Weet je nog, dat ik ben uw God, dat is die God die de hele aarde heeft gemaakt. Die de hele aarde in zijn hand houdt. Ik weet niet of dat bij jullie vroeger zo was, maar bij ons was het toen, wat was ik toen, 4, 5, 6 jaar. Het beeld wat je van je vader hebt. Mijn vader kan de hele wereld met één hand optillen. Ik weet niet waar het vandaan kwam, eigenlijk die gedachte. Maar dat was iets wat ik veel kinderen hoorde zeggen, dus ik riep dat ook. En weet je, het gave is, mijn vader kan ook de hele wereld met één hand optillen. En als je dat tot je laat doordringen en je houdt dat vast, dan wordt het zoveel makkelijker. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. En dan vers 13, daar staat, want ik de Heere uw God, ik grijp uw rechterhand vast, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij volkje Israël. Ik ben het die u helpt, luidt het woord des Heren. En uw verlosser in de heilige Israëls. En dan komt er iets heel moois achteraan. We blijven niet hangen in alleen maar die spiraal van, ja maar ik ben bang, nee vrees niet. Ja maar ik ben bang, vrees niet. Dan ben je nog alleen maar bezig met die angst. Nee, want de Heer zegt hier, zie, ik stel u tot een scherpe, nieuwe doorslede. Met dubbele snede, dus twee keer zoveel effect. Gij zult bergen dorsen en verbrijzelen. En heuvelen zult gij tot kaf maken. Nou, dat is zo'n, als je daar eens op gaat focussen en daarover gaat mediteren, dan zal je merken dat je zo blij wordt. En als je dan toch bezig bent met die hoofdstukken in Jesaja, kijk dan ook één hoofdstuk verder, twee hoofdstukken verder naar Jesaja 43. Waar de Heere dit zegt in vers 1. Maar nu, zo zegt de Heere uw schepper, o Jacob en uw formeerder, o Israël, vrees niet. Elke keer zegt God vrees niet. Wat betekent dat? Dat zijn twee dingen betekent dat. Dat betekent dat God snapt en weet en herkent en erkent dat het leven voor ons vaak ingewikkeld is. Dat het leven vaak groter voelt dan dat wij kunnen handelen. Op allerlei niveaus. Dit is zoveel duizenden jaren geleden gesproken. En het is hetzelfde. Hetzelfde effect als nu. Dat God nog steeds zegt, vrees niet. Want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Dat is wat hij zegt. Jij bent van mij. Jij bent van mij. En wat van mij is, daar zorg ik voor. Want dat is van mij. Dat is niet zal ik wel, zal ik niet. Het is van mij. Het hoort in mijn gezin. Wanneer je door het water trekt, dan ben ik met u. Gaat gij door rivieren, die zullen u niet wegspoelen. Dus soms kan je dat voelen, hè? Zo'n rivier, dat je het gevoel hebt letterlijk, zo'n rivier met zo'n onderstroom, die letterlijk de benen onder je lijf vandaan kan trekken. Dan zegt de Heere, als je dat voelt, weet dan, die rivier gaat je niet wegspoelen. Je moet je realiseren dat wat je voelt, dat is een belangrijke les voor ons in deze tijd. Je gevoel is niet de waarheid. En dat is heel raar, want weet je, als ik zo knijp, auw, dan denk ik auw. Want dat is mijn gevoel en dat is ook de waarheid. Maar bijvoorbeeld al in het medische leer je, weet je, dat het feit dat iets bijvoorbeeld heel erg pijnlijk is, niet per se betekent dat het ook heel slecht met je gaat.
En andersom kan het zo zijn dat je helemaal geen pijn hebt en dat het eigenlijk wel heel slecht met je gaat, omdat er iets dreigt te ontsporen met je hart of met je vaten of misschien met kanker. Dus met andere woorden, je emotie, je beleving van dingen is vaak niet hetzelfde als de realiteit. Daar moeten we echt in leren te bewegen. Dat is ook wat psychologen mensen leren als het gaat om angst. Angst is vaak, je hebt vaak, als je dat goed uit elkaar trekt, angst voor de angst. Angst voor, ja, maar dan weet ik niet wat er komt. En als er dan iets negatiefs komt, dan. De Heer zegt hier, als die rivier komt, don't worry. Ja, die rivier komt wel. Het zou mooier zijn als er zou staan, of mooier, makkelijker zijn, als de Heer zou zeggen, don't worry, er komen geen rivieren, er komt ook geen vuur, er komt geen wind, er komt geen storm in je leven, want je bent van mij en daarom is het altijd alleen maar holla die, halleluja. Maar zo is het leven niet. God heeft gezegd, weet je, ik plaats jullie op die aarde, ik geef je alles mee wat je nodig hebt, alles, alles. Als je door een rivier gaat, don't worry, ik zal ervoor zorgen dat je niet zal wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, dan zal je niet verteren en die vlam zal je niet verbranden. Want ik, de Heere, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser. En ik geef Egypte, Ethiopië en Seba, dat is het beeld van rijkdom, die drie landen, die geef ik als losgeld in uw plaats. Dus God betaalt als het ware met het meest kostbare dat hij heeft in onze plaats. En dat heeft hij gedaan met zijn zoon. Het meest hoge, het meest dierbare wat hij had, heeft hij gegeven. Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen. Dat is wat de Heer hier zegt. En het is belangrijk in perioden zoals dit, dat we nog meer, als je dat wat doet, is het goed. Maar dan zal je ook merken dat het helpt. Maar dat het je vooruit helpt. Maar dat we dit nog meer gaan proclameren. En dat we daarmee ook uit de spiraal komen, wat ik net noemde, van dat je alleen maar denkt, oh, ik ben bang, en dan pak je weer de Bijbel, vrees niet, want bla bla. Denkt, oh nee, ik hoef niet bang te zijn. En dan morgen gebeurt weer hetzelfde, en dan is er weer iets, daardoor word je bang, en dan moet je weer de Bijbel pakken, en dan denk je, oh ja, God is met me. Dan blijf je eigenlijk op een soort kipniveau boven de vloer bewegen, met je hoofd door het zand, elke keer net overleven, een soort eigenlijk geestelijk paycheck to paycheck leef je dan. Maar dat is niet wat God voor ons heeft bestemd. Weet je, en grote rampen, kleine rampen ook, maar grote rampen zijn natuurlijk van alle tijden. Voor mensen van mijn generatie en jonger, die de oorlog niet hebben meegemaakt, is dit denk ik de eerste periode dat er zoiets groots, alomvattends plaatsvindt, wat wij meemaken. Maar de ouderen onder ons, die misschien of zelf de oorlog hebben meegemaakt, of die zijn opgegroeid direct in de nadagen van de oorlog met ouders die de oorlog hadden meegemaakt, die misschien beschadigd waren door de oorlog, die zijn opgegroeid met de verhalen over de oorlog bij hun thuis. Die kennen die periode, die kennen die onzekerheid, die weten hoe het was om te lijden, om niet te weten wanneer het afgelopen is, om 's morgens niet te weten of je er 's avonds nog bent. Dat is ook in onze tijd, in onze eeuwen, zal ik maar zeggen, van alle tijden. We hebben deze periode, lees je ook veel over de Spaanse griep. Dat was niet mis, hè? 1918, 1919, waar tussen de 50 en 100 miljoen, zo'n hele grote marge, maar tussen de 50 en 100 miljoen mensen aan zijn overleden. Ik geloof dat het toen een derde van de wereldbevolking besmet is geweest. Zoiets, moet je even nakijken. Dat soort omvang van ellende, hoe groot dat geweest moet zijn. Notabene direct na een wereldoorlog. Daardoor werd het eigenlijk ook veroorzaakt, omdat de soldaten die teruggingen naar hun land namen het mee en die verspreidden zich op die manier samen met het griepvirus. Maar wat een omvang van ellende. Maar ook als je de oorlogen zelf bekijkt, de Eerste Wereldoorlog. Niet voor niks wordt die in heel veel landen de Great War, la Grande Guerre genoemd. Omdat Nederland daarin officieel in elk geval neutraal was, heeft die oorlog voor ons niet zo'n enorme resonantie. Maar in veel landen om ons heen wel.
de immense, immense aantallen slachtoffers die daar ook in zijn gevallen. Met name niet alleen burgerbevolking, maar vooral in het leger, de soldaten aan alle kanten. Hoeveel ouders hun kinderen daarin hebben verloren, wereldwijd. En als je kijkt wat wel de meesten van ons meegemaakt zullen hebben, 11 september. Ik hoef er niet eens een jaartal bij te noemen, want iedereen weet wat je bedoelt, 9-11, 11 september. Het was niet iets als een griep die maanden heeft geduurd, of jaren. Maar het was wel een dag, een moment, wat zo rampzalig was en zo dramatisch. En niet alleen voor de mensen in New York en in het oosten, aan de oostkust, maar door het hele land heen. Omdat vanaf dat moment het hele land de hele tijd in angst heeft geleefd. Van wat gaat er nu gebeuren? Komen die aanslagen hier? Aan de lopende band werden er complotten opgerold van groepen die overal in de wereld, maar in het bijzonder in Europa en in de VS, meerdere van dat soort aanslagen zouden willen plegen, hadden willen plegen. Natuurlijk daarna direct de oorlog. Eerst de oorlog in Afghanistan. En vrij snel daarna ook de oorlog in Irak. Ineens, hè, en dat is wat mij hierin ook een beetje raakt in dit hele corona gebeuren. Het is nog maar net na oud en nieuw. We hebben allemaal gezegd, gelukkig nieuwjaar. Dit gaat een fantastisch jaar worden. God is met ons. En in tijd van een paar weken staat de hele wereld op zijn kop. En dat is wat al die mensen door de eeuwen heen steeds hebben meegemaakt. Maar al dit soort dramatische momenten, periodes, hè, de griep, Spaanse griep, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, 9-11, de watersnoodramp niet te vergeten, hebben één ding gemeen. Misschien meerdere dingen, maar in ieder geval één ding gemeen. Deze periodes, dat is heel belangrijk, deze periodes zijn achteraf bezien een keerpunt gebleken, hebben een shift veroorzaakt. Ze hebben een shift gegeven in het natuurlijke. En met elk van deze dingen die ik nu opnoemde, heeft grote gevolgen gehad. Niet alleen in die periode zelf, niet alleen in dat drama zelf, maar er is van alles veranderd. Er zijn grote blijvende gevolgen geweest. Ik zal daar zo nog iets meer over zeggen, maar je ziet dat mensen ook nog steeds, tot op de dag van vandaag, ook nog steeds spreken in een soort verdeling van dingen waren voor de oorlog of ja, dat was al na de oorlog. Dingen waren voor 9 september, voor 9-11 of nee, maar dat was al na 9-11 als het gaat om bepaalde maatregelen. Dus je ziet dat het in het natuurlijke is het een keerpunt, want er zijn dingen veranderd, maar in het geestelijke ook. En het is belangrijk dat juist wij als kerk van Jezus in deze tijd, in de tijd waarin in het bijzonder ook de profetische en de apostolische bediening hersteld is en hersteld wordt, dat wij meer en meer ook met profetische ogen hiernaar kijken, met apostolische ogen naar deze situatie kijken. Dit is, ja, het is dramatisch. En in het natuurlijke zal het nog veel groter zijn dan de officiële berichten. Maar we moeten de geestelijke realiteit zijn aan de ene zien, aan de ene kant achter de oorzaak. Maar we moeten ook de beweging van God zien daarin. Niet in het drama, dat dit drama is niet van God. Niet die oorlogen, niet die griep. Maar wel waar het ons naartoe brengt. En ik merk dat dat een shift is, ook geestelijk, die veel mensen nog niet, niet op gericht zijn. En dat is niet erg, maar dat moeten we nu wel gaan pakken. Anders hobbelen we gewoon mee en blijven we in die spiraal zitten die ik net noemde. Van ik ben bang, vrees niet. Oh ja, vrees niet. Oh Heer, ik ben weer bang, vrees niet. Oh ja, dank u Heer, ik hoef niet bang te zijn. Het schiet niet op, we komen niet vooruit. Het is fijn, maar het is een geestelijk paycheck to paycheck. Het schiet niet op. En wat opvalt ook als je deze dingen bekijkt, die gebeurtenissen, dan zie je ook, en dat zie je eigenlijk nu bij ons ook, dat mensen ook verwachten, en ergens is dat misschien ook logisch, dat als het straks is het voorbij, dat denken wij nu ook, straks is het voorbij en dan zijn er, er is nog even, er zijn wat aanpassingen, wat dingetjes, wat anderhalve meter dingetjes en misschien nog wat andere zaken die wat praktisch moeten worden aangepakt. Maar we gaan uiteindelijk gewoon back to normal. En ons normal is dan hoe het was
voor de corona. Maar ik kan je nu al vertellen, dat gaat niet gebeuren. Ik zeg niet dat het niet goed gaat, dat er niet iets beters komt, maar er komt iets anders. Als je kijkt, ik noem gewoon een simpel voorbeeld, de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, kan je niet echt een simpel voorbeeld noemen, maar een voorbeeld. Als je realiseert hoeveel van de koloniale landen, dus landen als Nederland, maar in het bijzonder ook Engeland en Duitsland en Frankrijk en Spanje, hoe die allemaal het idee hadden dat na de oorlog, dat ze gewoon weer op dezelfde voet verder zouden gaan met hun kolonialisme en met het leeghalen van die koloniën en met het niet eren van de mensenrechten in die landen. Je vindt dat overal in terug, dat iedereen staat in de stand van, oké, nu hebben we dat gehad. En in sommige van deze landen waren ook echt geraakt door de oorlog. Als je kijkt naar Indonesië, natuurlijk verschrikkelijk geraakt door de Japanse bezetting. Maar er waren ook allerlei gebieden waar het niet of nauwelijks merkbaar is geweest. Misschien doordat ze soldaten moesten leveren, maar in veel van de Afrikaanse landen, zal weinig bezetting zijn geweest door de Duitsers. In elk geval, als je de onderste helft bekijkt van Afrika. Als je kijkt naar het oosten, richting India, Pakistan, die buurt, was ook niet direct de oorlog zelf aan de gang. En veel van die koloniale machten hebben gedacht, nou prima, 1945, 1946, alles klaar. Iedereen langzaam weer terug, back to normal, de economie weer opstarten. Maar dat was niet waar die andere landen, die stonden niet op dat punt. Die dachten, ja, dag, wij gaan niet meer terug naar hoe het was. En dat hoefde ook niet, want zij hadden inmiddels een andere mindset ontwikkeld. En ze hadden ontdekt dat ze het ook zelf konden. En daar was iets blijvend veranderd. In het natuurlijke was het blijvend veranderd. En je ziet dat veel van de westerse landen, van de Europese landen, daar een tijdje moeite mee hebben gehad om te denken, hè? Wat is daar nou gebeurd? Waarom doen die mensen zo moeilijk? We waren toch altijd blij, wat we al niet waren natuurlijk. Als je aan deze kant zit, was het leuk, maar aan die andere kant was het niet zo leuk als je de hele tijd bezet blijft. Na 9-11 zie je eenzelfde beweging. Het vliegverkeer is nooit meer hetzelfde geworden als dat het toen was. Gewoon in bepaalde maatregelen, in veiligheidsvoorschriften. In het feit dat je zelfs zo'n flesje water, iedereen kent het, vlak voordat je erin het vliegtuig in gaat, moet je je flesje water weer weggooien. Zoiets simpels is het gevolg daarvan, blijvend. Wereldwijd is er geen luchthaven, als het goed is. Misschien ergens heel ver weg in een binnenland, ergens waar niemand oplet. Maar in principe op de grotere luchthavens wereldwijd is er geen plek waar je nog een flesje water mee het vliegtuig in kunt nemen. Dat is een fysiek, in het natuurlijke, een fysiek gevolg van dat wat 9-11 teweeg heeft gebracht. Het heeft ons geleerd om te dealen met angst, met voorzorgsmaatregelen. Onze mindset is veranderd. Een ander voorbeeld daarbij, dat is wel een positief voorbeeld, is natuurlijk dat uiteindelijk, als gevolg van alle geweld in de oorlog en de vervolging van de Joden, uiteindelijk ook Israël eindelijk uitgeroepen werd. Ik weet niet of dat anders gebeurd was. Misschien wel, maar dat weet ik niet. In ieder geval gebeurt dat nu wel in 1948. We komen in een andere tijd terecht. En weet je, dat is oké. Dat is niet erg, dat is niet eng. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat dat volgens het plan van God is. Die corona, de oorlog, de Spaanse griep is niet van God. Ik zie daarin een beweging van de vijand die ziet dat die enorme opwekking die inmiddels begonnen is en die gewoon doorgaat, de vijand probeert dat tegen te houden. De vijand probeert dat tegen te houden. En het is natuurlijk, dit is de allerslimste manier. Mensen mogen niet meer bij elkaar komen, er kan niet meer gereisd worden, er is angst. En de vijand denkt, nou prima, die opwekking hebben we ook weer gehad. Nee, want God gaat hiermee door, God gebruikt dit. Als je ziet hoe in de afgelopen decennia in verschillende fases de onderdelen van de vijfvoudige bediening zijn hersteld. Die doctrines die opgenoemd worden in Hebreeën 6. Hoe de Heer dat heeft hersteld, zodat de gemeente nu een andere gemeente is dan die van 10, 20, 50, 100 jaar geleden.
We zijn een gemeente die veel meer, dat is gewoon genade, dat is niet iets wat wij hebben gedaan, toegerust. We hebben veel meer tools gekregen om echt mee aan de gang te gaan. Wij hoeven niet per se een gebouw om ons heen te hebben om de kerk te zijn. Sterker nog, de kerk, dat zijn jij en ik. Wij zijn de kerk. En omdat het gewoon handig is als je bij elkaar komt in Nederland, waar het altijd regent, om er een dak overheen te kunnen zetten en dat je je spullen ergens wilt opslaan, is het fijn dat je een gebouw hebt. Maar de kerk zijn wij. En je ziet ook hoe er nu wordt samengewerkt en hoeveel er wordt gestreamd en wordt gedeeld. Maar laten we niet alleen denken dat kerk zijn nu is dat je de hele dag internet en kerkdiensten streamt, want dat is een deel daarvan. Maar het echte kerk zijn is in jou en mij. Dat heeft te maken met de vraag, nemen wij die plek in die God ons heeft gegeven? We moeten deze periode zien vanuit Gods perspectief. En dat is iets waar je zelf aan moet werken. Dat moet je niet, hoef je niet te doen omdat ik het zeg, of omdat een andere spreker het zegt. Maar we moeten dit gaan leren, zowel de coronacrisis zelf, maar vooral Gods plan, hoe God dit gebruikt. Wat er nu gebeurt, op welk level de dingen gebeuren. Ik was hierover aan het bidden en het beeld dat de Heer me gaf, het is helemaal niet de materie waar ik zelf veel in zit, maar de Heer liet me zien het beeld van een schip dat in een sluis ligt. Ik weet niet of iedereen weet hoe een sluis werkt, maar een sluis wordt gebruikt op het moment dat je een hoogteverschil hebt in een rivier, denk ik meestal, of in een zee. Nee, in een zee denk ik niet, maar in elk geval in een rivier. Kan je zien hoe goed ik erin zit. Maar in elk geval daar, stel dat je hebt een rivier met hoogteverschil en je doet daar niet iets in, dan loopt die hele rivier leeg naar beneden. Dan overstromen ze steeds aan het eind. Schepen kunnen niet omhoog komen en boven staat die rivier droog. Dus dat is niet handig. Dus mensen hebben al lang geleden geleerd hoe ze sluizen moesten maken. Dus dat betekent, dan wordt er een soort lift, een soort bak ingemaakt. Daar gaat een schip in. Dan gaat het ding aan de achterkant dicht. En dan gaat hij net als een lift, gaat hij een stuk omhoog. En op het moment dat dat op de bepaalde hoogte is die daar is aangelegd, vaart het schip er weer uit. Die sluis die voorkomt dat het water allemaal wegstroomt. En dat maakt bovendien mogelijk dat dat schip vervolgens op een hoger level verder kan varen. En dat is de shift die de Heer op dit moment aan de gemeente geeft, geloof ik, in het geestelijke. De Heer lanceert ons in een soort sluis, waardoor we op een ander niveau verder kunnen gaan. En ik wil jullie daarin meenemen naar het verhaal van koningin Esther. Koningin Esther was een meisje, ik zeg koningin, maar dat was ze natuurlijk niet toen ze in het begin van het verhaal zat. Was een meisje die als balling was meegenomen, die leefde bij, uiteindelijk aan het hof kwam van koning Ahasveros met een heleboel andere vrouwen. Op het moment dat hij een nieuwe koningin moest uitkiezen, was zij een van de vrouwen die daarvoor werd aangeboden, noem ik het maar, want dat is het in feite. Maar ze had totaal geen rechten. Het was misschien beter dan op straat leven, maar het was nog steeds een hele gevaarlijke materie om daar te leven. Want op het moment dat je ook maar iets doet wat de koning niet zint, dan worden die vrouwen alsnog of omgebracht of ergens in isolatie neergezet. Ze was haar familie verder kwijt, ze woonde daar, ze verbleef daar alleen met een oom, met Mordechai. En het was belangrijk dat niemand mocht weten, toen zij aan het hof bewoog, dat zij een Jodin was. Omdat dat zou gelijk het einde van haar bewegen, haar toekomst daar aan het hof zijn. Eigenlijk was ze gewoon dus nog steeds een slaaf. En je ziet in haar verhaal hoe zij wordt voorbereid. Ze wordt voorbereid om uiteindelijk naar de koning te kunnen gaan. Om eerst al om te worden uitgekozen door de koning. Er zat een heel proces, ging daaraan vooraf. Dat was niet iets van de ene op de andere dag van, hey, oh, nou ben ik koningin. Nee, daar ging een hele periode van eindeloze badderen in allerlei oliën en allerlei dingen leren, allerlei voorbereiding, fysiek, maar ook kennis die ze moest opdoen. En daar ging meer dan een jaar ging daar overheen aan die voorbereiding. En uiteindelijk wordt zij de vrouw van de koning, zij wordt koningin, maar dat betekent niet dat ze daar zomaar in en uit mocht lopen bij die koning. Samengevat, er komt een situatie waarbij een van de mensen van het hof heeft bedacht,
Haman heeft bedacht dat hij het hele Joodse volk wil uitroeien. Het hele Joodse volk. Het hele Joodse volk wilde hij uitroeien. En hij was vrij ver om daar de bevoegdheden voor te krijgen. En dan staat daar Esther, onze koningin Esther, jong meisje. En haar oom die spreekt haar erop aan, want zij heeft contact met die koning. Het is misschien niet een heel briljant en heel vrijmoedig contact. Maar goed, de rest had helemaal geen ingang bij die koning. Zij had in ieder geval een beetje ingang. En in eerste instantie voelt ze daar niet voor. Maar op een gegeven moment zegt Mordechai, ja dame, denk erom. Als het misgaat, dan word jij ook vermoord. En dan word ik ook vermoord. En dan kan je 100 keer koningin zijn. Maar als ze ontdekken dat jij ook een Joodse bent, dan is het voor ons allemaal klaar. En zij is bang. Natuurlijk is ze bang. Het is al gevaarlijk, het is al... En ik kan me ook voorstellen dat ze ook misschien ook een soort van blij was dat ze vanuit haar positie als slavin, als balling, dat ze toch in zijn soort iets van een leven daar kon gaan opbouwen. Misschien ooit kinderen krijgen met die koning. Op die manier een stukje veiligheid voor zichzelf kon opbouwen. Een stukje toekomst. Ja, en dan om dat dan nu in de waagschaal te gaan stellen en je leven daarbij te riskeren om naar die koning te gaan en op te komen voor dat Joodse volk, waar jij eigenlijk trouwens, by the way, ook deel van uitmaakt, maar wat je hem niet had verteld, dat voelt als een heel risicovol gebeuren. En ze twijfelt. En dan zegt ze iets heel moois. In Esther 4, vers 14, als ik het goed heb. Laat ik het anders zeggen. Mordechai zegt in vers 14, zegt hij dit. Als gij in deze tijd blijft zwijgen, dus dat zegt haar oom tegen haar, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen. Dat is mooi, hè? Mordechai spreekt geloof. Maar gij en uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. Born for just a time like this. Dat is dit thema. Kan het zijn dat jij geboren was? Kan het zijn dat jij die koninklijke waardigheid hebt gekregen? Dat geldt voor Esther. En dat geldt voor mij. En dat geldt voor jou. Kan het zijn dat jij die koninklijke waardigheid als kind van de koning hebt verkregen juist voor deze tijd? En je kan er theologisch natuurlijk van alles over zeggen. Ja, maar het gaat om de eeuwigheid, het gaat om onze redding, het gaat om van alles, ja. Maar dit is een periode waarin het voor ons land en voor onze wereld en misschien ook voor jouw familie letterlijk om leven en dood gaat. En dat het erom gaat van, ga jij op dit moment doen wat jouw roeping is die God op jou gelegd heeft? En dat gaat zoveel verder dan alleen maar de vraag, ga je naar de hemel of niet? Als je doodgaat. Maar kan het zo zijn? En de vraag stellen is hem denk ik ook beantwoorden zoals Mordechai het hier doet. Dat gij juist met het oog op deze tijd die koninklijke waardigheid hebt verkregen. En wat betekent dat? Dat betekent dat wij in die koninklijke waardigheid mogen gaan staan. Misschien wel moeten gaan staan. Om te zeggen, weet je, wij gaan vanuit die autoriteit, die waardigheid die God ons heeft gegeven, gaan wij hier naar kijken. Gaan wij hier overspreken? Gaan wij hier tegenspreken? Vanuit die waardigheid die God ons heeft gegeven, die koninklijke deel uitmaken van zijn gezin, van het huisgezin van God. Juist met het oog op deze tijd. En ik geloof dat dat zo is, dat de gemeente heeft de afgelopen jaren, in het bijzonder de laatste 4, 5, 6, 7 jaar, heeft God zoveel hersteld en openbaard aan de gemeente in Nederland, in West-Europa, maar in het bijzonder ook in Nederland. We hebben zoveel mogen groeien, we hebben zoveel geleerd, we hebben zoveel gezien, we hebben zoveel geconsumeerd geestelijk. En nu is het moment, meer dan ooit. Kijk, voor haar God ook, er waren ook andere momenten waarop die waardigheid van belang was.
Maar dat was het moment dat het ging om het land, dat het ging om haar volk. En dit is het moment dat het gaat om ons land, om ons volk en dat wij onze plek innemen. En wat betekent dat? Want ik weet dat je ziet heel veel preken op dit moment in diensten en allerlei ronkende teksten, waarvan ik vervolgens merk dat mensen het wel tegen elkaar roepen, maar vaak niet helemaal begrijpen van oké, maar wat doe ik dan concreet? Want ja, we trekken onze koninklijke mantel aan en we nemen onze autoriteit op. Ja, en dan? Je moet toch daarna je kliko aan de weg zetten en naar de winkel om brood en vlees te halen. Wat doe je dan? En dan kijk je naar wat Esther hier zegt in reactie op die tekst van haar oom. Esther zegt dan dat aan Mordechai dit geantwoord moest worden. Ga heen en vergader al de Joden die zich in Susan bevinden, dat was de burcht waar ze gelegerd waren, of gelegerd, waar ze verbleven, en ga vasten om mijnentwil. Eet nog drinkt voor 3 dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten, en dan zal ik tot de koning gaan, ondanks het verbod. Er was een verbod, ze mocht niet zomaar als koningin bij hem binnenlopen. Dan zal ik tot die koning gaan. Kom ik om, dan kom ik om. En Mordechai ging heen en handelde overeenkomstig wat Esther hem geboden had. Dus wat zij doet, is ze spreekt op een profetische manier, op een apostolische manier. Zegt ze, oké, dit is niet alleen wat ik ga doen met mijn mensen, maar ik wil dat jullie dit ook gaan doen. We gaan met elkaar bidden. We gaan God zoeken. En op het moment dat je God zoekt, betekent dat je zijn autoriteit erkent boven alle autoriteit. En dat we zijn richting vragen. En dat we vragen, Heer, moeten we links, rechts, midden? Moet ik in de ochtend naar hem toe? Moet ik in de middag naar hem toe? Wat, zeg het maar, Heer. Heel praktisch. En dat betekent voor ons ook. Hoe kijken we naar die situatie? Hoe kijken we naar ons land? Ons land gaat niet meer zo zijn zoals het was voor de corona. En je hoeft me niet te geloven. Als je denkt, het is wel zo, is prima. Je zal het zien. Het is iets wat door de tijden heen gebleken is elke keer. Maar dat wil niet zeggen, het wordt niet hetzelfde, het wordt beter, het wordt anders. Want deze periode biedt een enorme kans om de principes van God op een betere manier, nieuwe manier en met autoriteit en kracht op allerlei niveaus in de maatschappij in te leggen, in te voeren. Als het gaat om de economie die zo geglobaliseerd is. Is dat wijs geweest? En wat was de bron van het globaliseren? Is natuurlijk gewoon uiteindelijk hebzucht. Niet geld, maar geldzucht. Meer, meer, meer. Oneindig. En we zien waar het nu toe leidt. Waardoor mensen handelswaar zijn geworden. Maar ook op een geestelijk niveau zijn dingen niet goed gegaan. We gaan niet op de goede manier om met de aarde, met de natuur, met elkaar. Met werknemers, maar ook landen. Op een nationaal niveau is het van belang dat de regeringen teruggaan naar de principes van God. Zelfs als overheden zeggen, we geloven niet in die God. Oké, zo be het. Maar die principes die de Bijbel geeft, dat zie je zelfs al nu. Als het gaat om het beschermen van onze ouderen. Je kan er heel veel sarcastische, zure dingen over zeggen. Uiteindelijk is toch het principe eer je vader en je moeder. Eer ze. En wat gebeurt er dan? Dan zal, niet alleen is dat fijn voor hun, maar zul je zelf een langer leven hebben. En dat is exact wat er gebeurt nu. Als wij onze ouders eren en we beschermen ze, dan gaat het beter met hun, want ze lopen minder kans op besmetting. En God zegent ons ervoor. Als land. Als maatschappij. Dus ik wil je uitdagen om echt die koninklijke waardigheid die de Bijbel hier noemt, om die op te pakken en om ze ook zo te gaan bidden. En om te bidden vanuit dit perspectief. Heer, ik geloof dat u mij in dit land, in dit jaar, op deze plek hebt geplaatst, wetend dat dit eraan zou komen. Ik weet dat u mij hebt toegerust met alles wat ik hiervoor nodig heb om hier doorheen te komen. Ik heb alles van u ontvangen om dit te overleven, te doorstaan op emotioneel gebied, op geestelijk gebied,
op zakelijk, financieel gebied, voor je gezin, maar ook voor het land. Wij als land, we gaan hier doorheen komen. En niet alleen omdat wij sowieso al een rijk land waren, want je ziet, je kan dat heel snel kwijtraken. Maar wij gaan hier doorheen komen, omdat ik geloof dat Gods hand op dit land is. En het is belangrijk dat we dat gaan proclameren, in plaats van alleen maar, ook als christenen, dit land de afgrond in te praten. Dat betekent dat we gaan bidden voor onze leiders als nooit tevoren. Zoeken ze God niet. Bid voor ze. Proclameer dat ze geleid zullen worden door de kracht van de Heilige Geest. Bid voor dit land. Bid voor de economie van dit land. Dat het meer dan ooit gebaseerd zal worden op Gods principes. En dan niet bidden in de zin van, Heere, als u wilt en als u tijd hebt, kunt u dan, zou het mogen misschien als het niet kan, snap ik het ook. Maar Heer, we proclameren uw naam in de economie. We proclameren uw heerschappij over de economie. We proclameren uw principes in dit land, in het onderwijs. Ik daag je uit om eens op internet te kijken naar het fenomeen van Seven Mountains, de zeven bergen. De zeven plekken van invloed die je kunt hebben in de maatschappij. Het is te veel om nu te noemen, maar kijk er eens naar. Dan zal je zien, elk van ons bevindt zich op één van die bergen om invloed te hebben. We hoeven niet allemaal premier te zijn. We hoeven niet allemaal minister of dominee of arts te zijn om impact te hebben. Kijk, Esther werd koningin, Jozef werd onderkoning. Maar dat waren de mensen die zichtbaar waren. En je ziet bijvoorbeeld bij Jozef, Jozef had een mindshift gemaakt. Zijn broers kwamen later en die hadden die mindshift niet gemaakt. Die grepen gelijk weer terug naar het verleden. Van, oh, maar als nu we weten wie die is en dat hij weet wie wij zijn. En zou die dan niet denken, zou die niet, helemaal toen hun vader dood was, zou die niet ons alsnog pakken. Jozef had dat al lang. Die had een visie voor de toekomst. Een toekomst voor dat land van voorspoed. En als jij echt een rol wilt hebben in de kingdom op dit moment, dan daag ik je uit om hiermee aan de gang te gaan. Om genezing en heelheid en bescherming te bidden en te proclameren. Over je familie, over je straat, over je stad, over je collega's. Al die dingen, schrijf het eens voor jezelf op. En ga ermee aan de gang. Maak daar echt tijd voor. Dit is belangrijk. Dit bepaalt mede de toekomst van ons land. Het is een kwestie van pak je het op. Pakken wij met elkaar als gemeente dit op? Of wachten we tot we gewoon weer verder kunnen consumeren met 20 conferenties per jaar, waar we alleen maar de hele tijd zulke fijne worship hebben en denken, oh, zo'n fijne presence, wat zo'n geweldige zalving. Of gaan we hier nu echt mee aan de slag? En dat is aan de ene kant bidden, dat is strijden, maar dat is ook in je omgeving, hè? Ieder van ons, we hebben allemaal, of het nou familieleden zijn, of mensen in je straat, of collega's, mensen die ouder zijn, mensen die alleen zijn, mensen die misschien al ziek zijn. Kijk wie je kan helpen. In zulke kleine dingen zit het. Wat zou Jezus doen? Zou hij steeds op een podium staan, nu in coronatijd? Nee, ik denk dat Jezus continu in de Albert Heijn en in de Aldi te vinden was om voor iedereen boodschappen te doen en te helpen. En gewoon helpdingen doen. Als je geen arts bent, kun je op dit moment niet zoveel in het lichamelijke doen. Maar dit soort dingen, bejaarden helpen, maar niet alleen bejaarden. Mensen die misschien alleen zijn, die eenzaam zijn. Ga daarmee aan de slag. Ga dat doen. Op die manier hebben we impact en hebben we invloed. Ik wil samen met jullie bidden. En ik zie uit naar het moment dat ik hier nog een keer zal zijn, hoop ik tenminste. Als ik nog een keer mag komen. Jordi, ja? Oké, Jordi doet zo. Dat jullie er ook allemaal weer zijn. Want dit is heel gezellig. Maar alleen maar lege stoelen en jullie thuis. Dat is een leuke verdeling. Jullie aan de koffie en ik aan mijn flesje water. Maar dat is natuurlijk niet hoe het moet. Maar die tijd komt. Maar tot het zover is, gaan we knallen. We gaan knallen voor de koning. Heer Jezus, ik dank u wel dat u mijn God bent. Dat u onze koning bent. En dat u ons hebt toegerust met uw koninklijke waardigheid. Heer, dat u ons hebt geroepen, just for a time like this. Heer, juist in deze periode. En ik geloof nu dat als we met terugwerkende kracht kijken hoeveel er is gebeurd de afgelopen jaren, wat we hebben ontvangen, wat we hebben gezien van u, dat u ons echt hebt toegerust deze jaren. Maar wilt u ons nu helpen om ermee aan de slag te gaan?
om het uit te delen, om ermee te gaan bidden, om het te gaan proclameren, om echt effectief te zijn. Heer, en ik weet en ik beleid en ik dank u ervoor dat u ons hebt voorzien in alles wat we nodig hebben om deze tijd door te komen. Ook al lijkt het en al doet de vijand het soms geloven dat we te weinig hebben, dat het niet goed komt, dat het met het land niet goed komt, dat we in een crisis komen en dat iedereen doodgaat, dat er een derde golf komt. Heer, ik proclameer, er zal geen tweede golf komen. En ik proclameer dat er zal geen derde golf komen in de naam van Jezus. We gaan dit afsluiten en er zal gezondheid zijn en er zal herstel zijn in dit land. En dit land zal nog steeds en opnieuw gekend worden door de hand van God op ons land. Heer, en ik bid u voor al mijn broeders en zusters in deze gemeente. Heer, wilt u ze opheffen op die momenten dat die rivier soms wel heel wild is. Heer, het is gewoon heftig soms. Heer, als je kinderen thuis hebt en je moet nog werken en je ziet de financiën op je afkomen. Heer, maar u bent die God van trouw. En help diegenen die zich daarin bevinden om dan juist die tekst vast te houden. Zelfs al ga je door het water heen, door die rivier. Ik hou je vast. Het spoelt je niet weg. Wilt u ons helpen om elkaar ook op te heffen? Heer, de ene dag zal de een hulp nodig hebben en de andere dag de ander troost. Wilt u elk van deze mensen van deze gemeente beschermen, bewaren voor het virus? Wilt u ze letterlijk bedekken onder een dikke laag van uw bloed, Heer Jezus, dat het als een soort vacuüm over ze heen zit, waardoor ze onbereikbaar zijn voor het virus? Heere God, ik spreek leven en genezing uit over ieder in deze gemeente. Ik bid u voor het leiderschap, geef ze inzicht en wijsheid, bovennatuurlijke dromen over hoe hier verder mee om te gaan. Heer, en we zien uit naar het feest wat hierna gaat komen, naar de doorbraken die gaan komen, naar het herstel dat gaat komen. Heer, want we weten dat het er is, Heer. En we grijpen het vast en we laten het niet los in Jezus' naam. Amen. Hallo lieve familie, super fijn dat jullie hebben gekeken naar deze dienst. Het was weer een zeer inspirerend en activerend woord en ik hoop dat jullie ermee aan de slag gaat. Ik ga het in ieder geval wel. Zuster Lieneke, hartelijk dank voor het woord dat u heeft gebracht. Bedankt ook voor de tijd die u heeft genomen om hier naartoe te komen om dit woord aan ons te brengen. Super!
Nou, de afgelopen week hebben we ook weer een aantal jarigen gehad. 21 april is onze senior pastor Astrid jarig. 24 april was zuster Stefania jarig. En vandaag is Anthony jarig. En lieve mensen, allemaal van harte gefeliciteerd. We hopen dat jullie een mooie dag hebben gehad. Het was in ieder geval zonnig als het goed is. En ook al kunnen we nu niet met elkaar zijn en het met elkaar vieren, we denken aan jullie allemaal. En alvast een heel gezegend jaar samen met God toegewenst. Nou, aanstaande woensdag hebben we weer een dienst met junior pastor Jordy. Dus zorg dat u op tijd inschakelt. 19:30 komt de dienst weer online, dus schakel in. En zoals u weet, na elk filmpje kijken we naar het giftfilmpje en zo ook vandaag. Dus als u een gift wil geven, dan kan dat of via gift of door de gift over te maken. U ziet de QR-code verschijnen, u ziet de bankgegevens verschijnen. En weer wederom hartelijk dank voor al jullie giften. En dank jullie wel dat jullie dit allemaal mogelijk maken. We zijn trots op onze gemeente, elke keer weer. En dat komt ook door jullie. Samen zijn we kerk. Hartelijk bedankt. Een hele fijne week en tot snel. Doeg!